Amsterdam werkt al 35 jaar met vele partners succesvol aan het bestrijden van de HIV- en AIDS-epidemie. Onder de vrouwelijke sekswerkers en personen die drugs injecteren zijn er in Amsterdam al lange tijd nauwelijks nieuwe HIV-infecties gevonden. Op dat punt heeft Amsterdam in het verleden dus al een zeer effectief beleid gevoerd. Amsterdam wil nu het voortouw nemen om de HIV-epidemie definitief een halt toe te roepen. Omdat we ons verantwoordelijk voelen voor de gezondheid van onze inwoners. Bovendien, HIV openlijk en zonder taboes bestrijden past bij een stad die veel waarde hecht aan de vrijheid om jezelf te zijn. Een belangrijke stap in de bestrijding van HIV is de oprichting geweest van het H-team in 2013. H-team staat voor HIV Transmission Elimination Amsterdam, een samenwerkingsverband van mensen met HIV en betrokkenen uit zorg en preventie. Door die gezamenlijke aanpak hebben we een flinke klap op de epidemie kunnen geven. Allereerst natuurlijk de inzet van PrEP. Daarnaast dat we zo snel mogelijk zijn begonnen met het behandelen. Daarbij is ook belangrijk dat we een tool hebben ontwikkeld om HIV in de acute fase op te kunnen sporen. Dat alles bij elkaar heeft gewerkt. In 2020 waren dat 52 nieuwe HIV-diagnoses, terwijl de voorgaande jaren het altijd rond de 100 lag. Tegenwoordig is HIV een chronische ziekte die goed te behandelen is. Maar de ziekte is niet te genezen en er is wel een effect op de gezondheid. Daarnaast is HIV overdraagbaar naar andere personen, wat weer gevolgen heeft voor de publieke gezondheid. Daarom blijft het belangrijk nieuwe HIV-infecties te voorkomen. Ongeveer 40% van de mensen met een HIV-infectie in Nederland heeft een migratieachtergrond. Het aantal Amsterdammers dat in 2020 een HIV-infectie heeft, is ongeveer 6.000. Volgens schattingen lopen op dit moment zo'n 320 Amsterdammers met HIV rond, terwijl zij dat niet weten. De meeste van hen zijn mannen die seks hebben met mannen. We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet. We zetten de volgende stappen. We sluiten ons aan bij het wereldwijde doel van nul nieuwe HIV-infecties. In Amsterdam streven we naar dat doel in 2026 te kunnen bereiken. De gemeente Amsterdam gaat door op de weg die het H-team heeft ingeslagen en intensiveert een aantal acties. Meer testen, PrEP op een grote schaal beschikbaar stellen, snellere behandeling bij een positieve test, actief bestrijden van stigma rond HIV en het delen van onze ervaringen met andere steden en landen. De gemeente Amsterdam breidt de testmogelijkheden uit om HIV zo snel mogelijk op te sporen. En daarom veranderen we het Centrum voor Seksuele Gezondheid zo dat we bij de GGD Amsterdam hier extra capaciteit hebben om mensen te testen op HIV. De zorg via dat Centrum voor Seksuele Gezondheid is aanvullend op huisartsenzorg. Daarom gaan we stimuleren dat de huisartsen meer gaan testen. En ook richten we ons op de inzet van partneronderzoek, zelftesten en thuisafnametesten. Speciale aandacht is er voor verschillende doelgroepen, waaronder mensen met een migratieachtergrond. Vooral nieuwkomers in Nederland weten vaak onvoldoende over infectierisico's en toegang tot testen en zorg. Dit komt onder andere door taalbarrières, taboes, gebrek aan voorlichting over seksuele gezondheid, onbekendheid met de Nederlandse HIV-zorg of geen toegang tot zorg. Daarom willen we Nieuwe Amsterdammers zo snel mogelijk een afspraak aanbieden waarin ook HIV en de mogelijkheid van PrEP aan de orde komt. Door PrEP te nemen kunnen mensen voorkomen dat ze HIV krijgen. We gaan zo snel en zoveel mogelijk deelnemers includeren in de landelijke PrEP-pilot. In 2015 was Amsterdam een van de eerste steden in Europa waar een PrEP-demonstratieproject is gestart. Uitkomsten van dat project waren heel positief en zijn meegenomen in het advies van de Gezondheidsraad om PrEP breder in te zetten. Onze opgedane kennis en ervaring passen we nu toe in de in 2019 gestarte nationale pilot voor PrEP-uitrol. Ook de huisartsen zijn een belangrijke partner in het aanbieden van PrEP. Het uiteindelijk ideaal is dat PrEP en HIV-testen niet alleen bij het Centrum voor Seksuele Gezondheid van de GGD verkrijgbaar zijn, maar ook gewoon gemakkelijk via de huisarts. Door het aanbieden van PrEP is er een reële kans dat mensen die voorheen niet bereikt werden, nu wel in zorg komen en een HIV- en SOA-test aangeboden krijgen. Daardoor worden ook personen bereikt die zich niet bewust zijn van hun positieve HIV-status. Het is heel belangrijk dat patiënten na het krijgen van de diagnose snel in zorg komen in een ziekenhuis.
Ze hebben heel veel vragen. Wat mag ik nog wel? Wat mag ik nog niet? En misschien willen ze snel starten met behandeling. Dat zullen wij zeker stimuleren. Maar ook als mensen niet meteen pillen willen gaan slikken, is het toch heel belangrijk dat ze in zorg zijn bij een gespecialiseerd verpleegkundige en een gespecialiseerd arts in het ziekenhuis. Er zijn natuurlijk altijd een aantal patiënten die echt niet behandeld willen worden voor hun HIV. Mijn ervaring is dat dat vaak mensen zijn die de diagnose nog helemaal niet verwerkt hebben. Maar mensen die echt bijna ontkennen, zeggen die ziekte of ik heb het niet, die vinden het heel lastig om iedere dag herinnerd te worden aan hun ziekte. En die zijn ook sneller therapieontrouw. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er veel aandacht besteed wordt aan het destigmatiseren van HIV. Het testen op HIV moet een normaal onderdeel worden bij seksuele gezondheid. Ook mag er geen stigma meer rusten op HIV en leef met HIV in alle facetten. De HIV-vereniging is een campagne gestart, NSN, niet meetbaar is niet overdraagbaar, om uit te dragen dat bij een goed behandelde HIV-infectie het virus niet meer overgedragen kan worden naar anderen. Graag kijken we samen met de gemeente Amsterdam hoe we deze campagne en andere acties meer kracht bij kunnen zetten. We delen Amsterdamse ervaringen met de rest van Nederland en de wereld. We delen onze uitkomsten, organiseren congressen, verwelkomen steden en internationale organisaties die kennis willen halen. En we gaan zelf actief aan de slag om kennis op te halen en nieuwe interventies te ontwikkelen en evalueren. We hebben heel veel kennis om HIV voorgoed te verbannen. Nu is het zaak om door te pakken. Hoe mooi zou het zijn als we het aantal nieuwe HIV-infecties verder kunnen laten dalen. Op weg naar 0 nieuwe HIV-infecties in 2026 in Amsterdam. Thank you.